Ik sta hier midden op het Rode Plein in een groot complex. En daar wordt druk gebouwd aan allerlei ijssculpturen. Dit is het derde ijsfestival in Zwolle. En zoals je achter mij kunt zien, dit is de koets. Die is volgens mij al klaar. Martin, jij bent hier persvoorlichter. Wat zien we achter ons? Dat is de Gouden Koets. De Gouden Koets, oké. Okay. En de rest van de ijssculpturen, wat moet dat allemaal voorstellen? Het thema is natuurlijk 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, maar we beginnen iets eerder. Yeah. We beginnen bij Willem de Zwijger, Willem van Oranje, dus de vader des vaderlands. Zo'n rond de 16e eeuw, daarna beginnen we. En dan vertellen we langzamerhand het verhaal naar voren. Met alle stadhouders komen in beeld. De Franse koning die we gehad hebben in Nederland. Dat was de eerste echte koning in Nederland eigenlijk. En dan vanzelf ga je naar Willem I tot en met Willem-Alexander en Maxima. Nou goed, ik zou zeggen, komt dat zien. Wanneer is het open? Het gaat zaterdag 7 december open.